Mijn naam is Wilfried Selmans, ik ben kwaliteitsmanager bij Huskus. Ja, Huskus is totaalleverancier aan de zorg, zorginstellingen, met name ziekenhuizen, ouderinstellingen. We leveren een totaalpakket, maar onze hoofdmoot is het maken van maaltijd en maaltijdcomponenten, aangevuld met een aantal handelsartikelen die we als totaalpakket leveren. Karel Irving is voor ons totaalleverancier voor alle reinigingsmiddelen die wij op onze productielocaties gebruiken. Daarnaast leveren zij eigenlijk alle disposables die wij nodig hebben voor in onze productieomgeving ten aanzien van hygiëne. Dus dan moet je denken aan de wegwerphandschoentjes, de wegwerpschorten, de sleeves, al dat soort zaken. Een van de andere zaken die wij gebruiken naast de reinigingsmiddelen, hygiëne dingen, zijn met name detecteerbare zaken die wij in productie gebruiken om te voorkomen dat als iets kapot gaat en deeltjes toch onvoorkomelijk in het product komen, dat die via onze metaaldetectoren eruit worden gepikt. En dan moet je denken aan de pennen, spatels, schrapers, maatscheppen, al dat soort zaken. Belangrijk bij die bestelling is ook dat wij elektronisch alle veiligheidsbladen en benodigde documentatie direct toegestuurd krijgen en ook bewijzigingen dat die geüpdate worden. Via de bestelportal van Karel Irving kunnen we afzekeren welke middelen voor gebruik op onze vestigingen goedgekeurd zijn. Dus op het moment dat medewerkers inloggen en via de Karel Irving bestelportal een middel willen bestellen wat niet vrijgegeven is, kunnen zij dat ook niet bestellen en krijgen wij automatisch een seintje van hey, waarom wil die persoon dat middel gaan gebruiken. En op die manier ondervangen we dat er middelen worden gebruikt die we niet goedgekeurd hebben en niet voorgeschreven hebben. Een van de dingen in de samenwerking met Karel Irving is dat we periodiek even bij elkaar zitten met de accountmanager om te kijken van hey, zijn er nieuwe ontwikkelingen, zijn er zaken die voor Huskus van belang kunnen zijn en die van toegevoegde waarde kunnen zijn doordat er veranderingen zijn in middelen. Een mooi voorbeeld is, we zijn nu bezig met het testen van andere nitrielhandschoentjes. Ja, dat soort zaken worden periodiek besproken. Wat voor ons gewoon goed werkt is dat stuk ontzorging wordt geboden ten aanzien van de steeds groter worden noodzaak om dingen ook op papier te kunnen onderbouwen, dat je alle informatie actueel hebt, dat je kunt aantonen dat je middelen geschikt zijn voor toepassing binnen een foodbedrijf. En dat is iets wat via Karel Irving goed is ingeregeld voor ons en mogelijk ook voor andere bedrijven belangrijk kan zijn.